Musea saai? Niet deze week. Het is namelijk Nationale Museumweek. In de Leeuwarden Musea zijn allerlei interessante dingen te doen en zien. Het thema van dit jaar is Open je wereld. En we hebben een tentoonstelling die daar echt heel erg leuk bij aansluit. We hebben een tijdelijke expositie die heet Doggerland. Dat gaat over een verdwenen wereld in de Noordzee. En eigenlijk openen wij dus een wereld waarvan je nog helemaal geen begrip hebt, waarvan je misschien nog nooit gehoord hebt. Die openen wij in deze tentoonstelling. Dus het past heel mooi bij de Nationale Museumweek. Maar we hebben dan twee leuke extra activiteiten bij de tentoonstelling Doggerland. We hebben bijvoorbeeld een bottenkar. Dat is een kar waarin we allerlei voorwerpen hebben uit Doggerland. En ook vooral echte botten en mammoet kiezen. En we hebben dan een museummedewerker die daar heel leuk bij gaat vertellen van wat zijn dit voor botten, van welk dier zijn ze, welke dieren waren er nog meer. Maar kinderen mogen al die botten ook echt vasthouden en dat is natuurlijk wel hartstikke cool. En daarnaast hebben wij een hele leuke zandbak gemaakt met allemaal ijstijd, dierenbotten en andere botten uit Doggerland. En kinderen kunnen die gaan opgraven en ook heel mooi schoon gaan maken met een kwastje, net als echt bij het echte onderzoek naar Doggerland is gedaan. Voor Ellen Roetman is het een opluchting dat de coronaregels weer zijn afgeschaft. We hebben helaas al een paar jaar geen Nationale Museumweek gehad. Dat wil zeggen niet in fysieke vorm, maar het is wel online heeft het plaatsgevonden. Maar ja, dat is natuurlijk niet hetzelfde als live een museum bezoeken. Dus het is heel fijn dat het dit jaar weer door kan gaan. Geïnteresseerd in een bezoekje aan het museum? Dan is deze week een perfect moment daarvoor. Dit weekend kost het maar 1 euro om binnen te komen bij de musea die meedoen. Je kan een online ticket kopen of gewoon naar binnen lopen.